festival wat zou plaatsvinden op 18 juli op het Spaarwoudenterrein. Het is best wel bijzonder, want Lowdance is niet alleen een benefietfestival waarvan de opbrengst ten behoeve is van het AIDS-fonds. Het is tevens het eerste lesbian gay outdoor dance festival ter wereld. Het zal, ja, is best wel bijzonder, toch? Ja. Veel homo's, lesbo's, vrienden, iedereen die zich welkom voelt en allemaal voor het AIDS-fonds. Maar de mensen die er kaas van hebben gegeten, die zullen waarschijnlijk smullen. Ja, zeker smullen. En de lijst wordt steeds alleen nog maar groter, weet je. We zijn nog steeds bezig met artiesten boeken naar nieuwe dingen op zoek. En omdat het gewoon nog een groter evenement gaat worden. Maar het is echt te gek hoe we het zeg maar bekend gingen maken. 1 december was dat, tijdens Wereld AIDS-dag in Paradiso, dat we een festival echt neer gingen zetten. Toen hebben we 2 december hebben we een persbericht eruit gedaan en daarna hebben we zoveel positieve reacties gehad. Wat brengt je hier? Ik doe mee met de Lapdance. Je bent een van de artiesten? Ja. In welke tent zit jij? Alle kleuren van de regenboog? Volgens mij is de oranje tent. Oranje. Wat betekenen die kleuren eigenlijk? Ik heb geen idee. Het zijn 6 verschillende, je hebt zeg maar 6 verschillende areas en dan gaan er nog wel kleine leuke entertainment dingetjes rondlopen en dat ook. Alleen je hebt natuurlijk een main stage, dat is een soort vallei en daar boven op de heuvels zeg maar staan areas. Dus je krijgt een soort van beetje een Nederlandse tent, weet je wel, wat allemaal wel een beetje in de Nederlandse begrippen valt. Je krijgt een vrouwentent, Rapido gaat een tent doen, we krijgen een beetje meer de queer underground tent. En Multisexy gaat een soort van leuke robot area hosten. Dan krijgen we de Beers. De Berenclub. Gezellig, de Berenclub. Die... Je laat je baard ook al staan. Ja, ik doe mijn best. Ben je ook van de beren? Ja, nu nog hier wat. Ja, dat kan ik zo niet zien. En zeg, wie ben jij? Want dan weet ik het nog niet. That's a difficult answer, actually. Why? Is it difficult? Ik heb te veel namen. Je hebt te veel namen? Ja, namen. Look, dude, we won the Golden Kabouter this year for Lifetime Achievement. You should know that. Heb jij een kabouter gehad? Ja, dat moet je zeker weten. Ja, misschien. Ik heb er wel een film gezien van de kabouters. En dan kom jij dus tussen. Dus dan moet ik even terugzoeken. Je hebt een kabouter. En waar is die kabouter? Waar is die kabouter? Nu staat hij bij jou in de tuin? Ja, no, it's on my shelf, actually. Ik heb 2 nu. Maar ik ben heel blij dat de Love Dance is going to be outdoors this year. It's like a gay dance valley. So ik ben heel benieuwd. Ben je zelf ook gay? Ja, mag toch wel vragen? The question is that. Oké, niet dan. Mag wel, hoeft niet. What do I look like? Very straight. Do I? Well, elke jaar doe ik mee met de Love Dance Festival hier te Paradiso. De Love Dance. Ik draai elke jaar. En ik ben blij dat de festival is happening. It's going to be cool. I can't wait. Want omdat het buiten is en het is groot, is er meer capaciteit, dus het kan veel meer publiek aantrekken. It's going to be wonderful. Als de weather goed is, then is awesome. Maar er zijn ook tenten, heb ik gehoord. Ze hebben ook een tent. Een tent. Wie? Daar staan ook tenten. Dus als het regent, gaat gewoon de tent dicht, dan ben je toch droog binnen. True, I know. Maar je wil buiten zitten en you know, drinken en zo. Maar Focus Mind is going to be heel tof. Dus je roept iedereen op. Ja, en jij? Nou, als ik er ben, misschien moet ik er ook maar heen dan. Misschien? Misschien? Misschien wel. Oké, I'll see you there. Thank you for your impression. Wie zijn de vormgevers? Ook wel heel belangrijk, denk ik. Ja, gebroeders Silvestri. Ja, die zijn natuurlijk waanzinnige doeners, hè, voor onze doelgroep ook. Hoe gaat het in zijn werk, de kaartjes? De kaartjes. Op www.lovedancefestival.com kun je gewoon doorklikken naar de kaartverkoop. Het zijn 3 verschillende, moet ik het wel goed zeggen, Gego, Paylogit en Ticketservice. Daar kun je gewoon kaartjes kopen. Het is gewoon via internet te doen. Kaartjes kosten €45 per kaartje. We'd like to wish all the viewers of MVS... Alle kijkers van MVS... A happy and safe Love Dance Festival. Love Dance. Yeah, we're doing it all for the love. En voor je het weet zit je er in één keer in terecht en gaan we een heel groot festival met z'n allen neerzetten. Dus ja, ik vind het te gek.
Hun website? www.lovedancefestival.com. It's really cool, I think. So it gave me a really good impression about the Love Bowl.